Het verkopen van illegale antibiotica kan de hoofdverdachte duur komen te staan. Tot 20 jaar gevangenisstraf. Het is in de ogen van het Openbaar Ministerie een van de ernstigste zaken tot dusver. Vanmiddag begon het proces. Bijna alle verdachten verschenen bij de zitting, onder wie een vleeskuikenhouder uit Middelstum. Het Openbaar Ministerie denkt met deze zaak de illegale antibiotica-handel een gevoelige slag te kunnen toebrengen. De 3,5 ton antibiotica die in beslag genomen werd, was met name bestemd voor de noordelijke pluimveesector. Het Openbaar Ministerie zet fors in bij deze strafzaak, omdat illegale antibiotica een groot risico zijn voor de volksgezondheid. Dat kan ertoe leiden dat de bacteriën die je wil bestrijden met antibiotica, dat die resistent gaan worden. En dan is het echt bingo voor de Nederlandse volksgezondheid. Want dan kun je mensen die ziek worden met een eenvoudige infectie niet meer behandelen met deze antibiotica. En dat is zwaar ondermijnend voor de volksgezondheid. De advocaat van een van de hoofdverdachten vindt dat het OM doorschiet in de vervolging van zijn cliënt. Er zou geen verband bestaan tussen het gebruik van antibiotica bij dieren en resistentie voor geneesmiddelen bij mensen. Waar hebben we het over? Dat is de vraag. Waar hebben we het over? We hebben het over helemaal niks. En dat is eng. Wel is het natuurlijk zo dat er resistente bacteriën zijn ontstaan en dat er ook mensen resistent worden voor antibiotica. Maar dat is een humaan probleem, geen dierprobleem. Volgens Bonen wordt er een hetze gevoerd. Hij stoort zich aan de nadruk die het OM heeft gelegd op de maximale strafmaat van 20 jaar. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak nog eens flink aangeslingerd en hebben gezegd, luister eens, dit levert die mensen 20 jaar gevangenisstraf op. Terwijl ze niet kunnen aantonen dat er in de periode waarin dit allemaal speelt duidelijke wetgeving was. En bij onduidelijke wetgeving kan je niet vervolgen en niet veroordelen. Een aantal noordelijke pluimveehouders die de antibiotica afnamen van de verdachte krijgt de mogelijkheid om vervolging af te kopen. De strafzaak wordt later dit jaar vervolgd. In de studio is Maaike van den Berg, welkom. U bent bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en veearts in Loppersum. Een advocaat van een van de hoofdverdachten die betwijfelt of er verband is tussen het gebruik van antibiotica en het gevaar voor de volksgezondheid. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, het is zo dat niet alle resistentieproblematiek afkomstig is uit de veehouderij. Omgekeerd is het ook zo dat het niet zo is dat de dierhouderij en het gebruik van antibiotica daarin dat er helemaal geen verband is met het ontstaan van antibiotica. Dus er bestaat wel degelijk een gevaar voor de volksgezondheid? Er bestaat wel degelijk een gevaar. En wanneer is dat dan? Nou, dat is zoals er nu is gebeurd. Op het moment dat antibiotica, waar wij hartstikke blij mee mogen zijn, omdat we daar dagelijks miljoenen mensenlevens en dierenlevens mee redden, kunnen gebruiken. Op het moment dat je dat op een onverantwoorde manier doet, zoals mogelijk hier is gebeurd, dan werk je dus die antibiotica-resistentie in de hand. En wat is onverantwoord? Dat betekent het ondoelmatig inzetten, dus het verkeerd inzetten, het geven van bijvoorbeeld lage concentraties. En in dit geval ook achter de rug om van dierenartsen. Maar wat kan het betekenen voor u en voor mij en voor de mensen thuis? Het kan in een extreem geval betekenen dat op het moment dat wij in het ziekenhuis komen te liggen en daar een besmetting op doen met bijvoorbeeld een MRSA-bacterie, dat het moeilijk wordt om ons daartegen te behandelen. En als we inderdaad op een onverantwoorde manier met antibiotica omgaan. Er zijn nogal wat afnemers in Noord-Nederland. Welk voordeel heeft een pluimveehouder die illegaal antibiotica gebruikt? Ja, dat blijft natuurlijk altijd gissen. Waarschijnlijk is dat toch een kwestie van plat winstbejag. Kijk, dierenartsen en dierhouders die spannen zich tot in extreme in om te zorgen dat dieren gezond blijven. Dat we überhaupt geen antibiotica nodig hebben. En als iemand op deze manier antibiotica inzet, wat er dan gewoon gebeurt, is dat hij een aantal zijn vakmanschap eigenlijk niet heeft. Je bent bezig om een klimaat in orde te maken, om een stal goed in te richten voor dieren en ze goede voeding te geven. En op het moment dat je daar niet in slaagt, dus het vakmanschap niet hebt, heb je blijkbaar antibiotica nodig om dat te maskeren. Maar wanneer mag het wel en wanneer mag het niet? Je mag antibiotica alleen inzetten op het moment dat dieren ziek zijn. Dus op het moment dat het echt nodig is en dat er een infectie is met een bacterie, is het nodig om dieren te behandelen. Dat is dus lang niet alle gevallen zo. De sector die eiste dat voor 2013... Het gebruik van antibiotica met de helft zou worden verminderd. Gaat dat lukken? Is dat gelukt? Nou, dat hebben we met z'n allen in de sector afgesproken. Wij staan ervoor dat wij voor 2013 met de helft teruggaan in het gebruik van antibiotica. Maar dat is ons met ons allen gelukt. En dat is ook iets waar veehouders nog dagelijks aan werken.
zo min mogelijk en het doelmatig inzetten van antibiotica. En kan het nog minder? Je moet er elke dag moet je proberen om met zo min mogelijk antibiotica om die te gebruiken. En dat betekent elke keer dat je eruit goed nadenken of het nodig is. En als je het inzet, het goed gebruiken. En niet onverantwoord zoals op deze manier is gebeurd. Dat is een goed voornemen voor 2013. Dat is niet alleen een goed voornemen, dat gebeurt nog elke dag. Oké, Mike van den Berg, dank u wel voor de uitleg.